bounce finance use Crodo. Welk Ido-platform is better for investeerders. Halloween-mensen, Goedemiddag, wij noem komen uit Oekraïne, Meneer Atlant heeft contact. Jen wanten blijven wij praten over de concurrent van Crodo. In dit nummer is het heeft bounce. Finance project. Laten we de kenmerken jen verschillen met het Crodo-project analyseren. We gaan aan de slag. Laten we ons de video beginnen met een bespreking van het bounce finance project. Web3 Marketplace Protocol. Bounce ondersteunt een ecosysteem dat alle soorten marketplaces omvat van direct aan een verkoop, contracten beleggen, tot maatwerk tot een gedecentraliseerde veilingen. Wat is Bounce? Bounce is een gedecentraliseerde veiling platform dat liquidiemens boven meteren gedecentraliseerde buster jen binnen omen. Het eerste principe van Bounce is schaarte aan hulbrennen wat jen concurrenten jen twisselend momenten krijgt. Bounce beseren. Het idee van jen swap is ontstint in Uniswap. Wierbare dilemmers on beparken. Liquiditeit krijgen hoewel dit jen geweldig concept is, richt Bounce zich in plaats daarvan op het tegenwoordig scenario. Bounce biedt jen competitieve momenten opgeven voor jen beparkt aantal tokens of andere actieve zones NFTs. Actieve kunnen op verschillende manieren worden gewijd zoals een NFT wil. NFT's worden gewild met behulp van vergelijkbare veilingsprincipes als token warrants. Hier zijn echter master minder NFT's beschikbaar voor verkoop of allen een uniek item. Friends, resultaat. Bounce is een Ido-platform. Wat niet slecht is, maar het heeft zeker ruimte om te groeien. Een op zijn beurt loste Crodo alle nodelen van alle Ido-platforms op namelijk meldingen over het begin van zwenementen over bewoning was servers tijdens de verkoop een wel ieder punt. Mijn keuze is om Crodo in de toekomst te ondersteunen, maar alle mogelijke en onmogelijke methoden. Ik ben hier zeker van dat dit project het top 1 Ido-platform zal worden. Overigens, bedanken in aan adheren in deze video tot het einde heeft bekeken. En bedankt voor deze steun die er heeft. Geen dag allemaal tot in het volgende nummer.